Een stukje vlees wat zich aan het ontbinden is, is niet zo fijn. Gelukkig gaat het ontbinden van een kracht een stuk fijner. Let maar op, want het gaat beginnen. Stel je voor dat je een tas hebt van 10 kilogram hangend aan twee touwen. Natuurlijk zal de zwaartekracht proberen de tas naar beneden te trekken. Kijk, een pijl loodrecht naar beneden, want de zwaartekracht werkt altijd loodrecht naar beneden. En zoals je weet kun je die berekenen met m maal g. En dat is hier dus dan net geen 100 newton. Met aangegeven schaal betekent het dan ook dat het net geen pijl van 5 centimeter moet zijn. De zwaartekracht heeft een werklijn. Hierop is de zwaartekracht werkzaam. Het lukt de zwaartekracht overigens niet om de tas naar beneden te trekken. Dus op die werklijn moet nog een kracht werkzaam zijn. Een kracht die de zwaartekracht tegenhoudt. Kijk, daar is die. Let op dat de zwaartekracht het aangrijppunt in het zwaartepunt heeft, maar de andere kracht die door het touw komt, heeft als aangrijppunt het handvat. Je mag echter een kracht langs de werklijn verschuiven, dus kunnen we de krachten in één punt samen laten komen. De tas gaan we vervangen door een punt en het touwen door twee lijntjes, zodat alles wat strakker en overzichtelijker wordt. We gaan F omhoog wat nader bekijken. We hebben ook alles wat vergroot, dus ook de schaal is een stukje groter geworden. Oké, F omhoog moet afkomstig zijn van de twee touwen. Blijkbaar zijn beide spankrachten in de twee touwen samen genoeg om F omhoog te produceren. Kijk wat we de vorige paragraaf bij het samenstellen hebben gehad. Twee krachten kunnen samen een resulterende kracht vormen. Dat wordt gedaan met de parallelogrammethode. We kunnen bij F omhoog ook een parallelogram tekenen. Kijk maar hoe dat gaat. Je tekent één zijde van het parallelogram en de andere zijde teken je er ook bij. Je tekent ze dus evenwijdig aan de andere zijde. En tenslotte kunnen we de twee krachten tekenen die blijkbaar samen F omhoog vormen. We noemen dit de omgekeerde parallelogrammethode. We meten de lengte nog even op wat van beide krachten is en daaruit volgt dat beide spankrachten in de koorden 70 newton en 52 newton moeten zijn geweest. Een heel veel voorkomend iets is een voorwerp op een helling. We nemen maar weer de schooltas. Makkelijk, want de zwaartekracht blijft weer gelijk. Natuurlijk ook hier weer loodrecht naar beneden. Het maakt dus dan een hoek met de helling. De zwaartekracht doet twee dingen met de tas. Als eerste is het de oorzaak van dat de tas naar beneden schuift. Natuurlijk moet er dan niet te veel wrijving zijn geweest. Omdat deze kracht evenwijdig aan de helling is, wordt deze kracht ook wel FZ evenwijdig genoemd. Die twee kleine streepjes is het symbool voor evenwijdig. Als tweede zorgt de zwaartekracht ervoor dat de tas op de helling blijft staan. Omdat dit deel van de kracht loodrecht op de helling staat, noemen we deze kracht FZ loodrecht. De omgekeerde hoofdletter T is weer het symbool, maar nu voor loodrecht. De twee krachten die uit FZ voortkomen, noemen we de componenten van de zwaartekracht. We gaan nu FZ ontbinden in de twee componenten. Dit gaat op dezelfde manier als zo net. Dus stap 1. Vanuit FZ wordt een lijn getrokken evenwijdig aan één van de componenten. Hier doen we dat aan de evenwijdige component. Stap 2. Eenzelfde lijn wordt getrokken vanuit FZ, maar nu evenwijdig aan de andere component. Er ontstaat nu een speciaal parallelogram, namelijk een rechthoek. De ene zijde hiervan vormt de evenwijdige component van FZ en de andere zijde is de loodrechte component van FZ. Ten slotte meet je de lengte op en met de schaalfactor erbij weet je hoe groot beide componenten zijn geweest.
En dat was het weer. Veel plezier. Behalve het op deze wijze bepalen van de grootte van de kracht, kun je ook berekenen, want je hebt hier twee krachten die loodrecht op elkaar staan. Namelijk, je hebt hier de evenwijdige component van de zwaartekracht en de loodrechte component van de zwaartekracht. En die twee staan hier loodrecht op elkaar. Kijk eerst even naar het driehoekje wat hier getekend wordt. Als je die verschuift, dan zie je dat het precies past in de hellingshoek. Dus die hoek van 20 graden, die zit ook in dat driehoekje. Je hebt hier dus een driehoekje waarbij je de schuine zijde kent, die is namelijk 98, en je kent de hoek, namelijk 20 graden. En in een rechthoekig driehoekje kun je dan de cosinus nemen, of ook de sinus, en hiermee kun je dus de twee componenten berekenen, omdat je de zwaartekracht al weet. Als je dan alles invult, dan krijg je dus dat voor de ene zwaartekracht keer cosinus 20 is 92 newton, en voor de evenwijdige component wordt het dus 98 keer de sinus van 20, en die komt dan op 33 newton. En dat komt wel aardig overeen met de waarde die we zo net hebben gekregen met een bepaling. En dit was het weer. Veel plezier!